Ik heb op dit moment een kortingsactie. Korting op een persoonlijke reading is aan te vragen via mijn website. De link vind je in de beschrijving van de video. Een algemene legging weer voor vandaag. Tijdloos en sterrenbeeldloos. Kijken of het je aanspreekt, of je aantrekt. De heremiet. De gehangene. Je volgt je dromen. Kijk hoe de heremiet richting de ster gaat. Helemaal door naar die kaart. Dus de ster ook in de lantaarn. Je hebt een droom, een visioen van dingen die je wil bereiken. En die ben je aan het volgen. Het is voor nu nog, blijft het bij plannen maken. Dus je bent nog niet echt in actie gekomen. Dus je bent voor nu, je hebt de dromen wat je wil bereiken. Maar echt de uitvoering is er nog niet. En je weet nog niet precies hoe je het gaat aanpakken. Daar ben je nu over aan het nadenken. Plannen aan het maken. Een zwaarde 5. En gerechtigheid. Het is iets wat je heel graag wil. Eigenlijk iets wat je koste wat het kost wil bereiken. En het is ja, ik krijg meer het gevoel dat het om dat het werkgerelateerd is. Dus een zaak, een idee, plan. Dan dat het om de liefde gaat. Je gaat er wat hulp bij krijgen, bij die plannen. Je hebt een setje nodig om aan de slag te gaan. En dat krijg je. Dat setje komt eraan. Je hebt even iets nodig om je in actie te krijgen. Om te gaan handelen. En dat komt eraan voor je. Er gebeurt iets waardoor je wel moet. En het is iets goeds hoor. Het is misschien zo'n
gebeurtenis kan, kan best wel heftig zijn, best wel heftig overkomen. Het is bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat het is wat gaat gebeuren, maar wat bijvoorbeeld een zou kunnen gebeuren is dat je je baan kwijtraakt en dat je daardoor net dat laatste zetje krijgt om voor jezelf te beginnen. En dat dat dan echt een daverend succes wordt. Zoiets zou het kunnen zijn. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je ineens een hele grote som geld krijgt of erft. Waardoor je net, bijvoorbeeld voor jezelf kan beginnen of een aanbetaling kan doen op het huis wat je zo graag wil of de auto, als dat jouw droom is. Er komt gewoon ineens, gebeurt er iets wat jou gaat helpen om dichter bij die droom te komen, bij jouw wens. De zwaarde 7 en de staaf 9. En de bekers 4. Je bent aan het uitstellen. En dat doe je omdat, ik snap het wel hoor, een idee hebben voor iets is één ding. Om er echt voor te gaan is wel heel iets anders. Want stel dat het mislukt en je hebt alles erin gegooid wat je hebt. En het mislukt en die teleurstelling die je dan zou voelen. Maar stel dat het goed gaat. Hoe gelukkig zul je dan zijn? En je hebt zo'n droom niet voor niks. Zo'n droom zit, zo'n wens zit in je. Zit in jou om daar iets mee te doen. Je krijgt dat niet voor niks. Dat idee. Een keer de toren. De ridder van staven. En de pentakels 3. Ja, als je hiervoor durft te gaan. Je kan er zoveel van je van jezelf in kwijt. En het gaat je heel veel opleveren. Er zit echt een. Je krijgt er heel veel voor terug. Alles wat je erin stopt, krijg je terug met nog een schepje erbovenop. En als dit echt jouw passie is, dan moet je ervoor gaan. En wat we net ook al zagen met de toren. Als je het niet doet uit jezelf, dan zal er iets gebeuren wat ervoor gaat zorgen. Dat je het gaat doen. Ik geloof niet dat je daaraan kan ontkomen. Dus beter doe je het uit jezelf.
zwaarder 5 en een zwaarder 4. Ja, dus het is iets, je weet het al. Je weet al wat je wil gaan doen. Het is alleen moeilijk om te beginnen. En er is eigenlijk maar één manier voor. Gewoon door te beginnen, door het te doen. Door gewoon één dingetje te doen, één klein stapje te zetten. En als je gewoon één heel klein taakje uitkiest en daarmee begint, dan zal je merken dat het makkelijker is om naar het tweede kleine taakje te gaan. Omdat je dan denkt, oh, dan kan ik dat er ook nog wel even achteraan doen, want dit was maar zo kort. En zo zul je merken als je dat elke keer eventjes doet. Gewoon één klein dingetje. Elke dag één dingetje. Dat je voordat je het weet midden in je project zit. Oké. Wat een succes wordt. Echt. Dus zet hem op. Succes. Ja.